Welkom vandaag bij een nieuwe vlog van het Trekvogelpad. We gaan vandaag van Maarn naar Doorn met de baby. Dus het is een hele korte wandeling. Officieel gezien in de boekjes die maar 5 kilometer. Dus het valt echt heel erg mee. Maar ja, dat doen we natuurlijk omdat we hebben een baby bij. Dus we willen het niet te moeilijk maken. En we kijken wel of we daarna nog verder gaan of wat we dan nog erbij gaan doen. En het is vandaag 30 à 31 graden. Het is een weekend in juni, dus even kijken hoe we dat gaan ervaren. Maar ik heb er heel veel zin in. En als we deze hebben afgerond, dan hebben we gewoon de helft van het Trekvogelpad gelopen al. Of nou ja, al. We zijn begonnen in 2020, in augustus. Ze zijn net iets eerder dan de 3 jaar. Ik vind het in elk geval heel gaaf dat we op de helft zijn. Zo. Samen wel even insmeren tegen de zon met baby zonnebrand. Dat vindt hij niet altijd heel erg leuk, volgens mij. Of hij vindt het wel heel interessant. Even kijken. Jouw handen zijn zo groot, dan vlak je met zijn hoofd. Ja. Het is gewoon gelukt met een buggy. Zo hé. We zijn in het bos hoor. Wel op een storten. Oh. Maar ik mag hier niet op de grond gaan liggen dus. Nee. Nou, een bospad. Laten we maar eens kijken. Ja, dat denk ik ook. Mooi. Het was even pittig met de hitte, leek het, maar zoals je ziet zit het nu heel beschut in de bossen. Het is echt heerlijk. Rechtsaf. Oh, kruising rechtsaf. Het gaat tot nu toe prima met de buggy. Het was even één mini stukje dat ik dacht van, begint het nu al. Dat met de moeilijkheidsgraad, zeg maar, vanwege die buggy. Maar het ging gewoon goed. En ja, het is nu gewoon lekker cool eigenlijk, door die bladeren en alle bossen. Het is lekker beschut. Het ruikt hier echt super heerlijk naar zo'n bos. Allemaal die eiken. Het is echt heerlijk. We zijn alweer ietsjes verder aan het lopen. Ik hoor echt van alles. Ook eikels die vallen en dingen. Het is echt super mooi hier. Het is echt heel gaaf. Want je hoort ook al die vogelgeluiden en zo. En ja, wat ik zeg, het is hier echt de geur gewoon zo lekker. Dat die boslucht en dan die zon erop. Net alsof je al op vakantie bent. Terwijl je bent gewoon in Nederland. Ik vind het echt heel mooi. Dus ja, we gaan maar kijken wat de dag ons verder brengt. Maar tot nu toe ben ik positief verrast over deze route. Ik vind dit... echt een van de mooiere routes richting het westen van het Trekvogelpad. Goed, alleen we moeten wel goed letten op de boomwortels met de buggy. Maar het gaat goed. Het is een beetje navigeren, extra werk. Maar André lukt het prima, toch? Ja. Af en toe gaat het een beetje schuin, zo. Ja, schuin. Maar het gaat goed. Sammy vindt het leuk. Mooi zo. Het is heerlijk. Vind je, is heerlijk, ja. Ik zie het fladderen bij jou. Heerlijk.
Maar als het niet fladdert, als het niet waait, dan zweet die rugzak op je. En dat is nu het geval. En ja. Maar het lijkt echt zo'n beginsauna, zo'n 60 graden sauna of zo. Ik denk dat ik het daarmee moet vergelijken. Het is echt. Maar dan nog zou ik het niet willen missen. Ik vind het zo heerlijk. Ik ben echt dol op deze wandeling, nu al. Terwijl we zijn denk ik nog niet eens zo ver. Dus ja. Het is natuurlijk wel weer lekker hypocriet. André heeft gelijk. Helft de natuur mee en dan gaat het papier. Maar er is een geprinte papierding in een boom geprikt. Maar oké. We snappen hem. Je moet de natuur helpen. Daar zijn we het zeker mee eens. Alleen ja, misschien hadden we het beter anders kunnen doen. Maar oké. Oké, het wordt dus kennelijk toch wat moeilijker. Als hij dit begint te doen, dan weet ik al genoeg. Ik zie ook niet echt een uitwijking meer naar gras. We gaan zien hoe lang dit doorloopt.
Nou, nieuwe update. Het is een korte wandeling, maar ik vind het echt heel mooi. Elke keer word ik door alles geprikkeld. Dus dat is een goed teken. Niet dat je een korte wandeling hebt en dat je bijna niks ziet. Nee, je ziet hier echt wel degelijk heel veel leuks. Dus ja, we zijn net bij Chalet of Chalet Helena Heuvelrug geweest. Als ik de naam goed heb. Maar ik heb het gefilmd, dus dan zie je het op de kaart staan. Deze mooie pad. We gaan nog steeds helemaal goed. We zijn niet de enige, het is hier wel lekker druk. Maar tenminste lekker druk. Daar waar ik net ging eten was het lekker druk. En hier is het... zijn wel redelijk wat mensen, maar dat is niet zonder reden. Het is hier echt heel mooi. En er zijn ook genoeg paden waar het gewoon helemaal stil is. Dus tja, het is een beetje zo'n mooie mix. Zo, we zitten nu op een zandweg. Dat is eigenlijk ons uitzichtpunt van net geweest bij het restaurant. Bij het theehuis. Ja, en met de buggy gaat het zo. Hoe vind je het gaan met de buggy? Ja, het zand is wel een beetje zwaarder. Maar wel prima te doen, alsnog. Ja. Ja, dus het is wel mogelijk. Maar nee. Met de rolstoel zou ik het niet doen. Nee, maar dit is goed te doen hoor. Alleen je moet aan de zijkant blijven. Ja. Zo, we zijn alweer bijna op het einde van deze pagina. We zijn nu in Doorn aangekomen. En nog een klein beetje lopen en dan de bus, denk ik maar. We zaten te twijfelen om iets verder te lopen, maar het is ontzettend heet. En een heel groot gebied. Het gaat straks polder worden. Dus dat is niet zo... Niet zo chill, denk ik. Ook al hebben we onze baby ingesmeerd met zonnebrand. Gewoon super heet voor ons. En we hebben al een hele mooie wandeling erop zitten. Nou, stay hydrated. Hoppakee. We zitten nu op een door ING gedoneerd bankje. Gesponsord. Ik denk dat hij het ook wel prima vindt zo. Toch, Sam? Dan zit hij lekker in zijn stoel. In de bus, die had geen airco. Het was verstikkend heet. Hij is nog helemaal blij. Zo. We gaan dan weer richting Maarn. We hebben het pad gelopen voor een groot deel. Eigenlijk alles wel. Het gaat goed met de baby. Maar hij is wel een beetje warm. Het valt ongeveer 18 euro in een pak. Zo, kijk, zo doen we dat met de buggy. Nadat we een station hebben gehad, doen we gewoon elke keer de lift. En dat werkt ook prima. Vroeger gebruikte ik de lift nooit. Maar sinds we een baby hebben... Zo, het einde sluiten we af met een lekker ijsje. Kerstensorbet en een tropical. Wat zit er in de tropical? Ananas of zo? Lijkt sinaasappel. Mango, sinaasappel misschien. Mango. Oké. Okay. Ik denk dat iemand jaloers is. Wel gewoon een hapje. Ja. Nou, welkom bij het einde van mijn vlog. Lekker ijsje in Maarn gegeten. Bij Big Bread nog wat. Samuel vond het ook leuk, onze zoon. Het ging prima, ook met een buggy. Dus dat was ideaal. En het lekker langzaam aangedaan. Het is ook veel te heet om echt snel te gaan. We hebben niet Huis Doorn gezien. Dat bleek de volgende kaart te zijn. Dus die hebben we nog niet gezien. Komt in onze volgende trekvogelpadwandeling pas wel een keer aan bod. Nou, we konden gratis parkeren bij een basisschool. Dat was ook ideaal, de hele dag door. Dus ook geen haast om binnen 2 uur weer terug te zijn. Ja, het OV reed gelukkig ook op een zondag van Doorn naar Maarn. Dus het is een mooie dag. Ik sluit hier bij mijn trekvogelpad vlog voor deze keer weer een keertje af. Want dat vergeet ik heel vaak om netjes af te sluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.